Wist je dat de meeste sportparken die Leidse sportverenigingen gebruiken eigendom zijn van de gemeente Leiden? De gemeente Leiden houdt deze voorzieningen in stand. Dit noemen we de basisvoorzieningen. De gemeente onderhoudt de sportparken en indien nodig vindt er renovatie plaats of wordt er iets vervangen. Hiervoor heeft de gemeente een meerjaren onderhoudsplan en een meerjaren investeringsplan. In deze plannen staat wanneer de gemeente Leiden onderhoud en vervanging gaat uitvoeren. Om deze planning te maken worden de sportvoorzieningen eerst gekeurd. Dit kan ervoor zorgen dat onderhoud of vervanging juist eerder of later wordt uitgevoerd dan gepland. Sportverenigingen zijn de oren en ogen van de Leidse sportparken. Als een sportvereniging wil dat er eerder onderhoud moet plaatsvinden, bijvoorbeeld aan de veldverlichting, dan gaat de gemeente daar graag over in gesprek. De vereniging betaalt in dat geval de meerkosten. De gemeente zorgt altijd voor goedgekeurde voorzieningen. Sportverenigingen hebben soms een bepaalde wens voor een sportaccommodatie, zoals een ander type veld of baan. Dit noemen we basis plus voorzieningen. De extra kosten die nodig zijn voor zo'n voorziening betaalt de sportvereniging zelf door bijvoorbeeld een eenmalige investeringsbijdrage of een jaarlijkse vergoeding. Het kan ook voorkomen dat een sportvereniging behoefte heeft aan een voorziening die momenteel niet wordt aangeboden. Dan kan de vereniging een afspraak maken met de gemeente om voor eigen rekening en risico deze voorziening aan te leggen. We noemen dat gebruikersvoorzieningen.